Beste kijkers van Hallo Thuis. Natuurlijk ook vandaag weer een heerlijk goedemorgen. Goed dat jullie er weer zijn. Hoe gaat het met jullie? Als ik zo de geluiden uit het land van verschillende locaties hoor, dan varieert dat wel heel erg. Sommige cliënten vinden het prima om een paar weken op locatie te zijn en genieten van de dagbesteding die de medewerkers van werk en begeleiding op de locatie organiseren. Of ze met het kijken naar Hallo Thuis en met hun hobby's, gamen, puzzelen, borduren, muziek maken, noem maar op. Anderen vinden het erg lastig om geen bezoek te mogen ontvangen en veel thuis te zijn. Gelukkig heeft premier Rutte aangegeven dat de regels soepeler worden. Dus dat gaat ook gelden binnen Philadelphia. Er wordt echt heel hard gewerkt om de dagbestedingslocaties weer te openen. En ook bezoek is straks onder minder strakke voorwaarden echt weer mogelijk. Gelukkig maar. Op elke locatie wordt met iedere cliënt doorgesproken wat kan en wat nog niet kan. Ik had het net over hobby's. Zo heeft Grietje de Jong onder andere als hobby kaarten maken en gedichten. Van Grietje hebben alle mensen op de redactie van Hallo Thuis een prachtige kaart gekregen met een gedicht. En dat gedicht lees ik graag voor. Dit schreef ze ons. Jij bent het zonnetje in huis. Bedankt voor de zonnestralen die in de huizen van cliënten binnendalen. Het geeft invulling van de dag. Zo hebben de meeste mensen weer een glimlach. Lieve Grietje, heel erg bedankt. Hier zijn we ontzettend blij mee. En met dit gedicht wens ik jullie voor vandaag ook weer een glimlach toe. En natuurlijk graag tot morgen.